Hartelijk welkom, fijn dat u weer kijkt. Deze keer bespreek ik de Bijbellezingen voor zondag 12 juni 2022. De lezingen nodigen uit om na te denken over ons eigen leven. En de vragen aan het einde van dit filmpje kunnen daarbij helpen. Vandaag gaat die over de vraag wat wijsheid is die eenheid brengt onder mensen. Als er één ding is waar iedereen naar verlangt, dan is het wel eenheid. Eenheid, vrede in en met jezelf. Vooral eenheid met elkaar is onmisbaar. Want zonder een ander zijn we niemand. Maar heel weinig mensen redden het echt in hun eentje. We hebben altijd een ander nodig om onze vreugde, vooral om onze zorgen mee te delen. De Litouwse filosoof Emmanuel Levinas heeft het over het gelaat van de medemens. Juist in het kijken naar het gezicht van de ander, daar vindt Levinas de verbinding tussen mens en God. Ook God is verbonden tot een eenheid. Een drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoe dat zit, is lastig te begrijpen. Zo lezen we in de UCAT, de Catechismus voor Jongeren. We lezen uit het boek Spreuken. Een verzameling wijze uitspraken toegeschreven aan Salomo, de laatste koning van het Koninkrijk Israël. Maar waarschijnlijk opgeschreven tijdens de Babylonische ballingschap. De eerste zin in de lezing is toegevoegd om duidelijk te maken wie er aan het woord is. Deze toevoeging is overgenomen uit het eerste vers uit dit 8e hoofdstuk. De wijsheid is aan het woord. En in de Hebreeuwse brontekst vinden we daar het woord hakmak, een vrouwelijk zelfstandig naamwoord. De wijsheid is dus vrouwelijk. Een vrouwelijke stem doet wijze uitspraken vanwege God. Die wijsheid, die wijze woorden, had God al bedacht voor de schepping van alles wat er vanwege zijn wil bestaat. Johannes vertelt daar ook over in de allereerste woorden in zijn evangelie. In de Griekse brontekst staat daar logos. Logos vertalen we als gedachte, taal, leerstelling en als woord. De filosoof Philo van Alexandrië noemt logos de zoon van God. Alle woorden van de mens ontspringen uit Gods wijsheid. Als vrouwen wijsheid zeer met God de Vader verbonden is, diens woord van voor den beginne kent, als vrouwen wijsheid een ander woord is voor Heilige Geest, dan zijn God de Vader en de Heilige Geest intens met elkaar verbonden. Paulus brengt in een brief nog meer eenheid. Christus is Gods kracht en wijsheid. In één zin alle drie tot één eenheid samengebracht. Christus de Zoon, God de Vader, wijsheid de Heilige Geest. Het grootste deel van deze lezing bestaat uit de beschrijving van hoe wijsheid er al was voor het allereerste begin. De tweede lezing is uit de brief aan de Romeinen. Paulus schrijft dus aan de christenengemeenschappen in Rome over zijn geloof in de betekenis van Jezus. Paulus denkt aanvankelijk dat de mens weinig goeds heeft gedaan en daarom niet mag rekenen op Gods goedheid. Maar juist door het optreden van Jezus krijgt ieder die werkelijk gelooft
de mogelijkheid om opgenomen te worden in de ultieme vrede vanwege God. Op momenten is er best twijfel over ons geloof. Als we door anderen over dat geloof worden aangesproken. Als men rationele bewijzen voor Gods bestaan wil zien. Als we op de proef worden gesteld. Als we zelf misgrijpen naar die hand van God. Als ziek en zeer of tegenslag en verlies ons leven bepaalt. Maar juist die beproeving laat zien dat er iets te beproeven valt. Zouden we niet geloven, dan zou dat geloof niet op de proef worden gesteld. Dat mag ons juist hoop geven. En die hoop is niet vergeefs. Want de Heilige Geest heeft Gods liefde in de harten van mensen gelegd. Door de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren. Daarover hoorden we in de meditatie van vorige week. Een paar woorden bij het evangelie volgens Johannes. Over het mysterie van de heilige drie-eenheid, Vader, Zoon en Geest, wordt al vanaf het begin van de jonge kerk nagedacht. Johannes schrijft ons vandaag hoe in de afscheidsrede van Jezus zelf er wordt nagedacht over de relatie tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. Jezus heeft op het laatste moment nog van alles te vertellen aan zijn leerlingen. Maar hij beseft dat het allemaal wel veel is en te ingewikkeld voor ze om te begrijpen. Hij spreekt zijn leerlingen moed in door te zeggen dat als straks op Pinksteren de Helper, de Heilige Geest, bij hen zal komen, dat ze dan wel zullen gaan begrijpen. Hij, de Heilige Geest, zal gaan horen welke uitleg hij geven moet. Zo zal de Heilige Geest Jezus verheerlijken, zijn werkelijke identiteit onder woorden brengen. Via Jezus zelf wordt hem die wijsheid gegeven. De laatste regels, maar eigenlijk de hele lezing, zeggen met zoveel woorden dat er een intensieve uitwisseling van goddelijke wijsheid bestaat tussen God de Vader, Jezus en de Heilige Geest. Ze zijn zo nauw met elkaar verbonden dat ze feitelijk één zijn. Een paar gedachten bij de lezingen vandaag. Twee mensen die elkaar als wezenlijke levensgezel beschouwen, voelen zich fundamenteel met elkaar verbonden. Daarbinnen wisselen ze het meest kostbare van het mens zijn met elkaar uit. Namelijk iets van het mysterie dat twee ook één kunnen zijn. Ontelbare mensen op de wereld zijn aangesloten op het wereldwijde web van digitale verbindingen. Via dat netwerk wordt onvoortelbaar veel uitgewisseld. Veel wijsheid, maar jammer genoeg ook veel onwijsheid. Je zou zeggen dat zo'n intensieve uitwisseling wereldwijde eenheid en verbondenheid tussen mensen zou opbouwen en versterken. Maar we weten allemaal dat het niet zo werkt. Het lijkt wel alsof fundamentele eenheid alleen bij kleine getallen werkt. Tussen twee mensen of in Gods drie-eenheid. En dat de mens een veel grotere schaal niet goed aan kan. Daar moet de Heilige Geest nog maar eens uitleg over komen geven. Het evangelie vandaag vertelt hoe intens Vader, Zoon en Heilige Geest met elkaar verbonden zijn. Hoe voel ik
op mijn beurt me verbonden met die ene God. Met welk van de drie, Vader, Zoon of Geest? Als het luisteren naar of lezen in de Bijbel een manier is om iets van goddelijke wijsheid op het spoor te komen, in hoeverre verbindt mij dat dan met God? Wat is de wijsheid die werkelijk verbindt